een van mijn gasten in Voorbeurs zijn. En Dirk Veenstra, onze beurscommentator van dienst, die staat in het midden. Die kijkt ook allemaal. En rechts, die kijkt ook allemaal. Dat is Koen Bender van Mercuris Vermogensbeheer. Heren, ik wil... goedemorgen. Fijn dat jullie hier zijn trouwens. Zullen we daar eens mee beginnen op deze vrijdag. Ik wil even met jullie praten over Apple. Want ik denk wel, wat een stelletje zeikers zijn die beleggers, zeg. Ik bedoel, omzet plus 20%, winst plus 30% worden... miljarden van al dat soort producten verkocht. En nog is het niet goed. Wat deugt er niet aan, Koen? Nou, de teleurstelling zit misschien op twee kleine puntjes. Er is een heel klein beetje minder omzet gemaakt dan verwacht. En de verwachting, waar het natuurlijk om gaat. Hè, dat is uiteindelijk de moedermelk voor een aandeel om verder te groeien. En daar is toch wel een beetje terughoudendheid van de financiële man van Apple. Die zegt, ja, we weten niet zeker of we aan het einde van het kwartaal vraag en aanbod in balans kunnen hebben. Met andere woorden, hebben we vlak voor kerst wel voldoende iPhones in de winkel liggen? Zou je daaruit kunnen interpreteren? Ja, maar dat vind ik wel een probleem in de categorie luxe problemen. Ik bedoel, ja, dan kun je zeggen, oké, dat hebben we nu niet. Maar blijkbaar is er zoveel vraag naar die spullen dat het gewoon hartstikke goed gaat met Apple, denk ik dan toch? Peter, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dit kan best wel even een moment zijn wat je ook in een groter licht moet zien. We hebben een periode gehad waarin alles is gecorrigeerd, met name technologieaandelen. Apple bleef heel goed liggen. En nu heb je de mogelijkheid om die andere technologieaandelen laag op te pakken. Je ziet dat Apple een klein beetje voorbehoud maakt over het vierde kwartaal. Nou, dan maak je toch wat geld vrij uit Apple om lager Alibaba te kopen. Dus het is een excuus, hè, Peter. Het is misschien een excuus inderdaad even om Apple te kunnen laten liggen om inderdaad goedkoper andere aandelen op te gaan pikken. Dat is wat Koen eigenlijk vertelt. Dat wel de verwachting in geld uitgedrukt inderdaad voor het vierde kwartaal wordt ongeveer, nou ja, tussen de 88 en 93 miljard. En dat was gerekend op 33 miljard. Ja, weet je, als het dan nog steeds de 33 miljard wel kan halen, maar even een voorbehoud vanwege misschien te veel vraag en te weinig aanbod, ja, dan is dat misschien een uit voorzorg een smoes van Apple die dan inderdaad beleggers de kans dus geeft inderdaad om er even afscheid van te kunnen nemen. Maar aan de andere kant kans om afscheid te nemen om winst op Apple te kunnen verzilveren. Ja. De aandeel heeft een geweldige run gemaakt. De aandeel heeft een enorme rit gemaakt. $210 staat het nu. Maak je dus geen zorgen over Apple, denk ik in ieder geval. Zullen we niet doen. We hebben ook cijfers uit eigen land. Dat is natuurlijk allemaal klein bier vergeleken met Apple, maar dat gaat al snel. Corbion, dat is een midkapper nog. Van Lanschot, Brunel. Kies maar, Dirk. Ja, welke zijn het meest belangrijk? Laat maar even op omvang hebben inderdaad. Corbion is een midkapper, dus dat is behoorlijk wat van belang. Deed het best goed qua winst in ieder geval. Die bleef op het peil, maar de omzet was hoger verwacht dan is uitgekomen. Dus dat is een kleine teleurstelling. Outlook blijft wel gehandhaafd en er zijn wat meevalletjes op kleine fronten. Ik denk dat het wel een positieve reactie moet kunnen teweegbrengen. Maar laten we het even afwachten zometeen, want je weet het in deze dagen toch niet helemaal zeker. Nou, Brunel ging steady volgens mij. Van Lanschot groeit aardig door, hogere provisieinkomsten, best een goed kapitaalbuffer. Kortom, ook daar hoef je geen zorgen over te maken. Zo lijkt het meer dan 70 miljard inmiddels assets under management heeft het dan. Dus ze beheren nogal wat kapitaal. Ik denk dat dat de beste stevige bank is inderdaad die het even kan uithouden. Maar goed, ook een kleinere bank natuurlijk vergeleken met het grote ING. We gaan straks even kijken wat met de koersen van die aandelen gaat doen. Hey, vandaag vanmiddag banenrapporten uit de VS, altijd een belangrijk cijfer. Even wat cijfers en verwachtingen. Werkloosheid laagste in 49 jaar, 3,7% in Amerika. Loonstijging zal boven de 3% uitkomen, zo is de verwachting. En er zijn 190.000 nieuwe banen bijgekomen. Daarom deze titel onder beeld. Trump kan stoppen. Zijn doel was Make America Great Again. Nou, op basis van deze cijfers kun je maar één conclusie trekken, Koen. America is great again. Nou ja, het is in ieder geval de sterkste banenmarkt die we eigenlijk ooit gezien hebben. Zoals Greenspan twee weken geleden al zei. Toch is het heel erg van belang om naar de details van die cijfers te kijken. Met name de loonstijging zal van belang zijn, want dat is een hele belangrijke graadmeter voor inflatie. En dan komen we natuurlijk weer uit bij de Fed en de rente. Want dat is waar de Fed en de rente naar kijken. Hoeveel inflatie mag je verwachten? Dus als het een wat zachter cijfer is, dat misschien tegenvallend is, dan kan het juist goed zijn voor de beurs, want dan is de kans op een renteverhoging wat verder weg. Oké, dus bad news is good news. Dat moeten we onthouden vanmiddag. Vindt het wel ingewikkeld worden, Dirk? Rare wereld. Apple, nu het banencijfer inderdaad, waar we niet de cijfers willen vertrouwen, maar inderdaad de interpretatie. Ach, dat is ingewikkeld. Joh. Leuk vakje hebben, toch? Dat beleggen niet altijd even makkelijk is. Even alle gekken op een stokje, even kort, want die midtermverkiezingen komen eraan. En je kunt zeggen wat je wil over Trump, maar beleggers die varen wel bij zijn beleid, toch?
Nou, dus wij hopen samen op een republikeinse overwinning. Kunnen we dat even concluderen, heren? Beleggers ongetwijfeld inderdaad. En die zullen iets onzekerder worden als inderdaad de Democraten zometeen het huis toch weer gaan pakken. Wat wel de voorspelling trouwens nog steeds is. Dus het feest van Trump inderdaad is nu nog steeds gaande. De eerste 2 jaar van zijn beleid. We gaan kijken wat er zou kunnen gaan veranderen als hij een deel van zijn meerderheid in het Amerikaanse congres gaat verliezen. Ik denk nog steeds bitter weinig. Let wel de effecten van zijn beleid. En dan praten we vooral over qua beleid over de belastingverlaging. Ja, die lopen er nu bijna uit. Hè? Dus wat dat betreft hoeft dat de beurs niet een nieuwe impuls te gaan geven. En inderdaad, de economie die is heel sterk, maar zou ook misschien alleen maar verder kunnen afzwakken. Dus het is wel inderdaad een punt dat even van zorg. Dit is het hoogtepunt van eigenlijk zeker van Trump. Oké, heel goed. Hey heren, laatste puntje even de AEX-index. Die is toch in 5 dagen tijd zo'n 2,5% gestegen. Ik heb even uitgerekend, we hebben nog 8 weken te gaan. Als dat doorgaat, dan eindigen we op 620 punten ongeveer. Nou, waarvan akte? Maar doen? Gaan we dat halen, Peter? Nou, lijkt me heel optimistisch, toch? Mij ook een klein beetje. Waar staan we? We hebben een behoorlijke dip van 75 naar 5,7 ongeveer uit mijn hoofd. Ja. Nu krabbelen we weer een beetje op. Ja, op de 500 zelfs even staan. Nu krabbelen we weer een beetje op. Hoe moeten we deze markt lezen, Dirk? Kort. Manisch depressief eventjes en nu manisch licht optimistisch weer. Laten we kijken of die eindejaars die er komt. Het hangt af van die kwartaalcijfers en van heel veel andere dingen. Goeie nieuws was uit China, of uit Amerika eigenlijk, maar het ging over de handelsoorlog met China. Trump heeft aangekondigd dat hij een goed gesprek heeft gehad met Xi, met de Chinese president. En dat er inderdaad een meeting aankomt zometeen op de G20-vergadering in Buenos Aires eind van de maand. Dat zou de markt helemaal opluchting kunnen geven. Ik denk dat we daarom ook vandaag wat fors hoger weer gaan openen. Dus het lijkt, in ieder geval bij het begin van de dag, een mooie beursdag te gaan worden weer. Oké, dankjewel. Dirk Venstra als beurs. Commentator van dienst en Koen Benderen van Mercurius Vermogensbeheer. Volgens mijn informatie.